Ode aan Kees van Kooten, bijna 80 jaar en nog lang niet klaar. Welke woorden kon ik schrijven en dan ook nog eens letterlijk in het gareel blijven? Eerst de letters, en die letters worden woorden. Gericht aan een woordgestoord, geniaal Haags orakel. Een letterfreak van het eerste uur. In elk van zijn woorden brandt een vuur. Maar vuur heeft geen mening, het brandt of gaat uit. Laat al sporen na en trekt een lange snuit. En daarmee snoert het de mond van criteria, zoals Kees van Kooten doet met zijn pen. Zijn zijn woorden soms de Dan, soms bohemien, soms zelfs hautain en dan weer mondain. Maar altijd zijn zijn woorden quatre mains. Prachtige woorden, als een soort van mooie mannequin. Met gemak op de catwalk, in een boek of aan de muur. Soms wel 10 per uur flirt hij boeken door een wildvreemde brievenbus. En geeft daarna de wereld een dikke kus. Kees van Kooten is de schilder van zijn dagboek. En elke dag heeft hij geverfd. Maar hij schildert het met woorden, omdat een woord toch nooit bederft.